Hey, welkom bij een nieuwe Bullet Journal video. Vandaag ga ik aan de slag met mijn spread voor december. Ik heb met potlood voor de beginpagina al een beginnetje gemaakt, maar voor de rest heb ik het nog niet bedacht. Dus ik ga gewoon weer aan de slag en ik zou zeggen, kijk gezellig met me mee. Hou ik deze video eerst hier even bij, want hij wordt al best wel lang en het wordt ook donker buiten, dus het licht wordt ook steeds minder mooi. Wat ik heb gedaan is, tegen de eerste pagina heb ik een stukje papier geplakt, zoals je ziet, van Sustrain & Grenen. Omdat je dus ghosting had van de andere pagina, daar zag je heel veel dingen doorheen. Ik denk, hé, zo lossen we het een beetje op. En ik vond het wel leuk om het aan het begin van de maand te doen, want dan heb je meteen een mooie binnenkomer. Ik ben echt onwijs blij met hoe dit is uitgepakt. Ik hoop dat je op camera ook een beetje de glitters van de gelpennen kunt zien. Dat ziet er wel heel feestelijk en vrolijk uit. Die wandjes vind ik zo leuk. De stickers die ik heb gebruikt, die ik heb van Paper District. Oh, ik vind dit echt heel erg tof. Ik ben er heel erg blij mee. Als je dan december openslaat, dan heb je meteen een warm welkom zoals je ziet. Dit ga ik nog invullen als het straks december is. Hoeveel abonnees ik op YouTube en hoeveel volgers ik op Instagram heb op de 1e van december. En natuurlijk ook bij Liesk. En, maar ja, dat komt natuurlijk nog. En op de volgende bladzijde ben ik bezig gegaan met mijn goals van deze maand. Ik wil veel kerstsneeuwmeel maken, want daar heb ik hele leuke spullen voor. En ik wil er gewoon de tijd voor maken dat ik daarmee bezig kan. Ik wil iets minder werk aannemen, want de afgelopen 3 maanden heb ik bijna wel voor 2 gewerkt. En dat is heel fijn. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat dat kon. Want daarvoor had ik nooit heel veel werk.
Maar nu kan ik het wel weer iets rustiger aandoen. Dus dat ga ik ook zeker doen. En als ik dan iets doe, dan neem ik er de tijd voor. Ik wil niet gaan haasten. Ik wil niet een opgejaagd gevoel. Ik wil gewoon de tijd nemen voor dingen. Hieronder heb ik nog een stukje I'm thankful for. En dit kan ik aan het einde van de maand invullen waar ik dankbaar voor ben deze maand. Of ook gedurende de maand. Want misschien is hij voor het eind van de maand zelfs wat te kort. En dan wilde ik hier beginnen met de vrijdag, zaterdag, zondag. Want december begint op een vrijdag. Maar ik weet nog niet helemaal zeker of ik dat ga doen. Als ik dat ga doen, dan ga ik het zeker filmen. En dan zul je dat ook nog wel zien. Maar voor nu houd ik het dus eventjes hierbij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En nogmaals, ja, ik ben echt vet blij met hoe dit is uitgepakt. Ik zal de camera nog even wat uitzoomen. Dan kun je het misschien nog wat beter zien. Zo, dit is het totaalplaatje. Het licht is niet super mooi, maar ik hoop toch dat je een beetje een beeld krijgt van hoe tof dit eruit ziet. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik heb de laatste tijd weer wat meer video's geplaatst, dus misschien heb je er nog een paar gemist. Je kunt ze altijd terugkijken. En abonneren op mijn kanaal is ook geheel gratis. En dan krijg je gewoon een melding als ik een nieuwe Bullet Journal video heb of een andere video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!